Bingo Town. Yo, dag gasten, welkom bij deze hele speciale chillen zaterdag. Vandaag zitten wij hier met het hele team. Jawel, want wij gaan een grote banjo quiz doen. Wie als eerst 9 vragen goed heeft beantwoord, heeft gewonnen. Chillen zaterdag. Voordat we de quiz überhaupt kunnen beginnen, zijn 2 hele belangrijke dingen. Allereerst hebben we natuurlijk een teamnaam nodig. Wat is jullie teamnaam? Team Brain. Brain Power. Hipster Brain. Brain Power. LSD Brain. MC LSD Brain Powers. Yes, dat zijn wij. MC LSD Brain Powers zitten hier. Dankjewel. En het team aan mijn linkerzijde zijn de MC Faggots. Wat? Woehoe! De MC Faggots. Wat? Yeah. Yes. What? Nou, daar beginnen waarom we dus. Zei je naam ja, waarom wij niet? Jullie deden het te lang. Wat wouden jullie voor naam? De MC Beauty Faggots. Yay! Het wordt alleen maar erg. Ja, dus we hebben de MC Beauty Faggots tegen de MC LSD Brain Powers. Yes. Zal me niks verbazen als die naam nog verandert. En nu natuurlijk als tweede hebben we een quizbutton nodig. Wat wordt jullie quizbutton? Geluid dus. Dat, geluid. Oké, okay. Als jij geluid zegt, is dat je quizbutton? Eén geluid. Jouw penis. Jouw penis. Kom maar. Oké, als Rick zegt geluid, is dat hun button. Jouw penis is hun quizbutton. We gaan beginnen met de allereerste vraag. Het is echt, jullie kiezen de slechtste... Moeten we nou geluid zeggen dan? Ja, jullie moeten geluid. Jullie roepen geluid als je het antwoord weet. Jullie roepen jouw penis. Oké, helemaal duidelijk. Alright, de eerste vraag is... Hoe heet de stroming van kunst waartoe onder... Jouw penis, pop art. Oh, 1-0 voor jouw penis. Ik heb net de fucking antwoorden voorgezegd. Wat? Helemaal niet. Hoe kun je weten dat het pop art is? Je weet nog niet eens welke stroming van kunst. Er zijn honderden stromingen van kunst. Ik weet waar? Ik wist alleen maar. Hoeveel sterren heeft de Amerikaanse vlag? 50. Wat doe je? Ik wist het! Je moet niet je quizbutton vergeten. Maar die eerste was vuil, dat konden ze niet weten. Ik had er niks van. Oké, de volgende. Welke Italiaanse stad is bedoeld... Geluid. Geluid? Wow! Ja! Hij weet het gewoon! Bedolven, dan weet je het Pompeii, ja, nice. Nee, vol. Hij zei net alles al toen ik. Ja, oké, even eerlijk, vlak voordat de quiz begon, ging ik heel hard door de kamer de eerste 3 antwoorden roepen. Dus vanaf nu wordt het moeilijk. Ik had niks door. Ik wel. Welke kleur zat er. Welke kleur zit er naast groen en wit in de Ierse vlag? Ja, penis. Oranje. Wow. Oranje. Oranje is goed. Oranje. Weet je wat we ook doen? Als je het fout hebt, punt aftrek. Ja. En je hebt 3 seconden de tijd naar je quizbutton om te antwoorden. Als je minder dan 0 punten hebt, dan moet je jezelf aftrekken. Oké. Ja. Wow. Vind ik niet erg, hoor. Ik weet niet. Hoe heet een wit konijn met rode ogen? Ja, albino. En waar is het? Albino. Dankjewel. Maar het is niet alleen maar witte konijnen. Dat heb je ook met ratten. Wit konijn heet ook een albino. Ja, maar alles heet. Ja, maar jij bent ook een albino. Eerlijk, want volgens mij zet ik mijn hier eerder in. Maar ja, nee, maar dat hebben we eerder. Sorry, dat is je eigen slogan. Dat hebben jullie gedaan. Volgende quizbutton moet je... Kijk, als je jouw penis dan korter wil krijgen, dan moet je gewoon een operatie doen. Ja, Volgende vraag. Hoe heette de overgrootmoeder van koningin Beatrix? Jouw penis, Wilhelmina. Nee. Dat is niet de overgrootmoeder. Oh, sorry. Oké, we gaan lekker. We hoeven gewoon niet te doen. We zijn nu gelijk niet. Willen jullie nog een gokje wagen? Nee. Nee, ik weet het wel. Mag ik het zeggen? Ja, moet je eerst... Geluid, Juliana. Nee. Het is Emma. Emma. Overgroot. Overgroot. 3, 1, 2, 3. Nee, grootmoeder. Overgroot. Grootmoeder is je oma en je overgrootmoeder is je moeder van je oma. Ja. We hebben nu de eerste 6 vragen gehad. Oké. Wat is de stand nu eigenlijk? 2. Het staat 2 tegen 1. Het schiet niet op. Nog 4 vragen te gaan. Hij zit lezen, hij zit... Ja, hij kijkt naar de volgende vraag. We gingen tot de 9 punten, toch? Hij kijkt weer naar de volgende vraag. Dan wordt het te lang. Ik heb mijn lens niet eens. We gaan niet tot de 9 punten, we doen 9 vragen, anders wordt het te lang. Wat is de hoofdstad van Albanië? Steek hem lekker in je reet. Was het Albuquerque? Is dat een antwoord? Nee. Je moet in. Wat was het dan? Ja, nu heb je geluid gezegd. Eigenlijk. Wat was het? Tirana. Dat had echt niemand weten. Okay. Zelfs mensen die daar wonen weten het niet. De volgende vraag is een moeilijkere. Wie neemt alles over?
Jouw penis, Entropia. Yep. Ja! Ja! Ja, je ziet het ook echt kijken, wat de fuck was dit? Entropia, dat kan zo. Dat is geen vraag die in het spel zit. Ja, daarom, ik kan even kijken. Door. Goed opgelet, Jordi. Oké. Okay. Hoe heet een over het schip slaande golf? Mijn penis. Geluid. Ik wou dat zeggen, je hebt altijd... Ja, nee, wat? Ik geloof... Slagzee. Oh! Ja, nee. Ja. Het staat nu... Het is een finale vraag. Is staat... er überhaupt één vraag geweest die iemand legit heeft geantwoord? Ja, Entropia. Ja, en die vlag van Ierland. Ja, dat klopt. Klopt die? Oh, je deed je ook goed. Het staat dus nu 3-2. Dit is de finale vraag. Hebben jullie die fout? Dan hebben we gewonnen. Is hij ook alleen naar ons gericht, of wat niet? Nee, dat niet. Rick is nog steeds een beetje te turen. Ik heb er niks in niks. Oh, dit is een makkelijke. Dit is echt een super makkelijke. Hoe wordt een Egyptische koning... Ja, Benus. Ja, nee, Jan Benus. Wat? Nee. Wie was het? Ah, ik hoorde heel snel geluid varen. Nee, ik zei Jan Benus. Oh, sorry, man. Jan Benus is niet antwoord. Jan Benus. Oké, allerlaatste vraag. Ik zei Jan Benus. Ik zei niet Jan Benus. Mijn penis. Nee, mijn penis. Oh, dit is een kennisvraag. Oh, dit is een verjaardag vraag, of niet? Dit is de allerlaatste vraag. Dit is de was net. Degene die deze goed raakt, die wint alles. Die mag Banyertown houden en de rest gaat weg. Oké, okay. Die moeten we raken. In welke richting wijst de naald van een kompas? Jouw penis. Waar het noorden is. Applaus, het is 4-3 voor het team MC Beauty Faggot! Dus dat betekent, de grote winnaars zijn de MC Beauty Faggots. Ja, Beauty Faggots! Ze hebben gewonnen van de MC LSD Brain Powers. Godverdomme! Ja, het is de Entropia vraag geweest, waardoor hun... Het was de nek omgedraaid. Ja. Doe game. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit leuk? Geef dan vooral een duimpje omhoog. Dan doen we dit veel vaker op de Chille Zaterdag. Tot volgende week zaterdag bij de volgende... Graag later. Later. Jij gewoon. Bij de volgende later. Doei. Ja, hey, later tot je jongens. Ben helemaal kapot. Jojo.